In Chateau Meiland Vips opende Debbie haar hart en deelde met Patty Brard de emotionele reden achter haar vertrek uit de televisiewereld. Terwijl de Meilandjes wekelijks bekende gasten ontvangen, onthulde Debbie het aangrijpende verhaal dat haar leidde naar een nieuw hoofdstuk in haar leven als B&B-houdster. Ooit actief in de tv-productiewereld en zelfs een steunpilaar voor Chantal Janzen, besloot Debbie na tragisch verlies een andere koers te varen. In een openhartig gesprek met Martien Meiland deelde ze de diepgaande impact van het verlies van 2 vriendinnen aan kanker. Deze pijnlijke ervaring bracht haar tot het besef dat het leven in een oogwenk voorbij kan zijn. De constante druk in de televisiewereld, waar ze als een marionet werd geleid door hoofdredacteuren, deed haar nadenken over haar ware levensvreugde. Met een radicale verandering in gedachten besloot Debbie het hectische televisieleven achter zich te laten en koos voor een nieuw avontuur in het zuiden. Inmiddels is ze trots eigenaresse van een succesvolle B&B, waar ze samen met haar partner Paul gasten verwelkomt. Voor de buitenwereld lijkt haar leven misschien als een doorlopende vakantie, maar Debbie benadrukt dat dit verre van de realiteit is. Het runnen van een B&B brengt uitdagingen met zich mee, maar ze geniet ervan om gasten te verwennen, zei het met een knipoog, maar ik ben ook altijd blij als ze weer opzouten, haha. Het verhaal van Debbie toont de veerkracht van het leven en de moed om een nieuwe weg in te slaan na verdrietige wendingen.